Welkom bij nog Spellenzolder, fijn dat jullie er weer zijn. En dit keer wil ik met jullie gaan kijken naar het spel For Sale, uitgegeven door Eagle Griffin Games. Het is een spel voor 3 tot 6 spelers waar je ongeveer 20 tot 30 minuutjes mee zoet bent. En in dit spel proberen we de meest waardevolle properties, huizen te kopen, om die vervolgens weer voor het meeste geld te verkopen. Degene die aan het einde van het spel met het meeste geld overblijft, die wordt de uiteindelijke winnaar van dit spel. Laten we eerst maar eens gaan kijken wat er in het doosje zit. Het spel is gemaakt door Stefan Dorra en wij krijgen de spelregels in het Engels. Stelt eigenlijk niks voor, 2 pagina's en dan heb je alles alweer gehad. Verder krijgen wij de property kaarten. Dat zijn de verschillende huizen die wij kunnen gaan kopen. Wij krijgen natuurlijk het geld waarmee we gaan betalen. En we krijgen vervolgens de currency kaarten. En dat zijn de kaarten die we nodig hebben om onze property kaarten weer te verkopen. Dus dat is wat we krijgen. Laten we gelijk maar eens een spelletje gaan opzetten. En zo ziet het spel er aan het begin uit in mijn voorbeeld even opgezet voor 4 spelers. Elke speler krijgt een x bedrag en dat komt dus overeen met de hoeveelheid spelers. In mijn voorbeeld krijgt iedereen 14 munten van 1000 en 2 munten van 2. Dus 18.000 geld om mee te beginnen. Daarnaast schud je de property en de currency kaarten en haal je uit elke stapel 2 kaarten. Wederom is dat weer afhankelijk van de hoeveelheid spelers, maar in mijn voorbeeld worden er 2 weggehaald uit beide stapels. Het doel is om zoveel mogelijk geld te verdienen. Daarbij telt natuurlijk het geld wat je overhoudt aan het einde van het spel mee. En uiteindelijk de properties die je gaat verkopen voor currency kaarten lever je ook geld op. En daarmee kun je ook flink scoren. Dus laten we maar een spel gaan spelen. Het spel wordt gespeeld in 2 fases. In de eerste fase gaan wij property kopen, kaarten kopen. En daarvoor gebruiken we ons geld. En in de tweede fase gaan we onze property kaarten verkopen voor currency kaarten. En die leveren ons weer geld op. En dan gaan we tellen wie het meeste bij elkaar heeft weten te sprokkelen. Het geld wat je hebt mag je geheim houden voor je medespelers. En laten we maar eens beginnen met de eerste fase, het kopen. Er worden een aantal property kaarten opengelegd, gelijk aan de hoeveelheid spelers in het spel. En dan beginnend met de startspeler, ga je een bod uitbrengen of kun je passen. Als je een bod uitbrengt, ja, dan doe je dat natuurlijk in geld en dat leg je ook fysiek op tafel. Dus ik leg bijvoorbeeld als startspeler een bod van 2000 open. De speler die links van mij zit, die mag daarna kiezen om over mijn bod heen te gaan. Dus dan moet hij minstens 3000 op tafel leggen. Of hij mag passen. Als je past, dan krijg je automatisch de laagste property kaart die er op tafel ligt. In dit geval krijg je dan de iglo. Laten we zeggen dat deze speler zegt die past. Die neemt deze kaart en die legt hij gesloten voor zich neer. Googly Eyes paars, die zegt ik ga over jouw bod heen. De groene speler denkt van ja, ik vind het mooi, ik pas ook. Die krijgt gelijk de 16. En dan komt hij weer bij mij terecht. Ik kan zeggen ik ga door, dus ik kan over het bod van paars heen gaan. Door er 4000 van te maken. Of ik kan zeggen van nou, weet je wat, ik pas ook. 19 of 17, daar zit niet zoveel tussen. Dus dan neem ik maar die 17 kaart. Als ik pas en ik heb een bod op tafel liggen. Krijg ik natuurlijk sowieso de kaart met de laagste waarde. En moet ik de helft van mijn bod naar de bank gooien. Afgerond naar boven. Dus bij dit geval heb ik 2000 liggen, dus dan is het makkelijk. Maar zou ik een bod van 3000 hebben liggen, dan ben ik 2000 kwijt aan de bank. En die andere gaan weer terug naar mijn eigen muntvoorraad. De speler die de laatste kaart koopt, oftewel die de veiling wint, die moet zijn volledige bod aan de bank betalen. En daarvoor krijgt hij natuurlijk de kaart met de hoogste waarde. De speler die de veiling gewonnen heeft, wordt de nieuwe startspeler. Die opent weer een nieuwe set van 4 kaarten. En die mag weer beginnen met een openingsbod. Of zelfs zeg ik pas meteen en dan krijgt hij de laagste waarde kaart die er ligt. Op deze manier gaat de eerste ronde verder totdat alle property kaarten verdeeld zijn. En dan gaan we naar de tweede fase.
Het geld wat je over hebt gehouden na de eerste ronde, dat leg je opzij. Dat heb je in principe niet meer nodig. Dat ga je alleen meetellen aan het einde van het spel. De speler die de laatste veiling heeft gewonnen, die begint deze tweede ronde. Die opent een aantal currency kaarten, gelijk weer aan de hoeveelheid spelers. Voor het gemak leg ik ze altijd even op volgorde. 4, 7, 9 en 10.000. Currency kaarten zijn er in de waardes 0 tot en met 15. Property kaarten zijn er in de waarde 1 tot en met 30. En elke kaart van de property kaarten zit er maar één keer in. Dus er kan nooit iemand met hetzelfde getal naar voren komen. En wat we nu gaan doen is proberen onze property kaarten zo lucratief mogelijk te verkopen. Alle spelers kiezen één kaart. Die leggen ze blind neer. Ik kan bijvoorbeeld zeggen van nou joh, ik ga proberen deze 17 te verkopen. Alle andere spelers doen hetzelfde. Ik doe het even willekeurig. Maakt niet zo heel veel uit. Zodra iedereen één property kaart heeft neergelegd, dan worden ze opengedraaid. Dan gaan we kijken naar de getallen die erop afgedrukt staan. En degene die de laagste property heeft verkocht, krijgt de laagste kaart. Degene het ene laagste krijgt de ene laagste, etcetera, etcetera. En de winnaar krijgt natuurlijk het hoogste bedrag. De property kaarten heb je verder niet meer nodig. Dus die gaan naar de aflegstapel. Ik heb mijn boot verkocht voor 9000. Die leg ik bij me neer. Nou, en de andere spelers pakken hun kaarten. En deze gaan naar de aflegstapel. En dan worden de volgende kaarten opengelegd. En gaan we weer kiezen. En zo gaan we door totdat we al onze property kaarten hebben verkocht. En dan is het uiteindelijk een kwestie van alles bij elkaar optellen. Zowel je currency kaarten als het geld wat je nog over hebt. En degene die in totaal het meeste geld heeft weten te bemachtigen, is de winnaar van For Sale. En zo wordt het spel gespeeld. For Sale is een lekker eenvoudig biedspelletje waarbij een beetje gok, een beetje bluff en een beetje tactisch inzicht een leuke combinatie vormen om je uiteindelijk naar de overwinning te helpen. Je probeert natuurlijk in de eerste instantie een leuke variatie aan property kaarten te krijgen. Het liefst met zo hoog mogelijke waardes, maar soms is het ook handig om een paar lage kaarten te hebben. Want als de laagste kaart in een rij currency kaarten een 7000 is bijvoorbeeld, is dat helemaal niet erg om daar een kaart van 1 bij te gooien. Dan heb je in ieder geval voor zo'n slechte property kaart toch weer flink centjes naar binnen weten te krijgen. En aan de andere kant zijn hoge kaarten natuurlijk ook prettig, want daarmee kun je de hoogste currency kaarten wegkapen. Het artwork van het spel ziet er ook erg leuk uit. Je hebt de verschillende woningen die qua waarde corresponderen met de afbeelding. Zo is de kaart met een 1 een natte doos om in te wonen. En de kaart met een 30 erop is een ruimtestation als woning. Nou ja, en daar zit dan van alles en nog wat tussen. Nou, dat is gewoon grappig gedaan. Het spel in zijn totaliteit is lekker simpel. Uitstekend geschikt als filler, als tussendoortje. En het speelt gewoon gemakkelijk weg. Je legt het eenvoudig uit. Het is lekker interactief. Maar je moet er niet heel veel van verwachten qua tactische diepgang. Maar dat is ook niet het doel van dit spelletje. Maar wat het doet is een gemakkelijk en leuk tussendoortje zijn. En dat doet het prima. En vandaar dat ik het gewoon 3 sterretjes heb gegeven. Nou. Spellenzolder.